Het regionaal orgaan voor de verkeersveiligheid in Overijssel, ROVO, organiseert verschillende cursussen om de verkeersveiligheid op de weg te vergroten. Een van die cursussen is de e-bike training, een dag waarop senioren leren omgaan met een elektrische fiets. Met de elektrische fiets, e-bike, kunnen oudere mensen eenvoudiger tot op hoge leeftijd blijven fietsen. Toch is een e-bike niet voor iedereen geschikt. Het is belangrijk om te kijken hoe een oudere met de e-bike omgaat en of deze fiets inderdaad een goede oplossing is. Ik heb wat slechte knieën en dan vooral als je ergens tegenop moet fietsen, de brug of wat dan ook, tegen de wind. En dan geef je me een tandje meer en dan fietst het zo lekker licht. Nou, ik zou niet meer zonder kunnen. Een fietstocht door de stad is een belangrijk onderdeel van de e-bike dag. Tijdens deze fietstocht wijzen de instructeurs de senioren op gevaarlijke wegsituaties. Uit ongevallencijfers blijkt dat in de groep van 60-plussers relatief veel verkeersslachtoffers vallen. 19% van alle ernstige verkeersslachtoffers in Overijssel is een oudere fietser. Naarmate je ouder wordt, neemt de fysieke gesteldheid en het reactievermogen af. Je krijgt vooral moeite je aandacht te verdelen en een verkeerssituatie, zoals een complexe kruising, snel in te schatten. Als je op een e-bike rijdt, dan is het net een paard, hè, wat gaat. En dat vind ik geweldig. Dat is een heel lekker gevoel en daar moet je mee uitkijken. Toen mijn vrouw nog een gewone fiets had, toen moest ik altijd achterom kijken van waar blijft ze. En nu moet zij achterom kijken van waar blijft hij. Doordat senioren met een e-bike sneller fietsen, komt de verkeersveiligheid soms in het gedrang. Automobilisten verwachten vaak geen snelle fietser. Omdat we ouderen graag mobiel houden, leren zij tijdens de e-bike dag verkeerssituaties beter inschatten en meer interactie te hebben met de medeweggebruikers. De gemeente Deventer is een van de Overijsselse gemeenten die samen met het ROVO jaarlijks een aantal e-bike dagen organiseert. We organiseren deze dag samen met de Fietsersbond, omdat we merken in Deventer dat dat de veiligheid van fietsers onder druk staat. Nou, de elektrische fiets wordt een steeds belangrijker vervoermiddel. De onveiligheid neemt er toe, dat weten we. Dus wij vinden het gewoon heel belangrijk dat mensen ook leren goed om te gaan met hun elektrische fiets en er zoveel mogelijk plezier aan kunnen beleven. Op de e-bike dag is er voor de oudere fietsers speciaal aandacht voor balans en beweging. Ook kunnen fietsers oefenen op een afgezet parcours. Daarbij wordt gelet op het op- en afstappen van een e-bike. Verder kijken instructeurs naar de reactietijd en geven zij de deelnemers advies over de snelheid. Mocht tijdens de e-bike dag blijken dat de e-bike geen geschikt vervoersmiddel is voor iemand, dan wordt dit door de instructeurs aangegeven. Je kunt tot 25 kilometer, maar dat raden wij af. Omdat je dan met lage reactiesnelheid en minder balans groter gevaar bent op de weg voor jezelf en voor anderen. Het lijkt een beetje overdreven, maar dat is het beslist niet. Iedereen die een e-bike koopt, die een senior is, die zou dat eigenlijk moeten doen. Kijk op www.rovo.nl voor meer informatie over de e-bike dag en andere projecten die voor uw organisatie interessant kunnen zijn.